synopsis, zoals ze zeggen, maar half zes. Ja, het wordt steeds zwaarder. Darmkanker gehad en inmiddels uitzaaiing in de lever en in de mild en in de buikholte. En daardoor niet meer te genezen. Herman Houweling is een van de 1200 deelnemers aan de Alpe d'Huez. Samen met goede vriend Rob Kemna bedwingt hij de Alpe d'Huez voor KWF kankerbestrijding. De een fietst hem 1 keer en de ander 8 keer. Allemaal met maar 1 doel. Ja, dit staat er toch voor dat het eigenlijk te bizar is dat er nog zoveel mensen overlijden aan kanker. Daar staat het voor. En daar moeten we met elkaar wat aan doen. Dus geld ophalen. Kom op! En sponsorgeld ophalen, daar is Herman goed in. Via zijn contacten uit de veehouderij heeft hij 100.000 euro verzameld. Waarvoor diep respect van zijn vriend Rob. En wat het mooie is, vind ik, met de manier waarop Herman ermee omgaat, is dat hij doelen blijft stellen. Dat hij in een paar jaar tijd een rijker leven maakt dan sommige mensen in een heel leven bij elkaar kunnen krijgen. Ja, nou, als je met zoiets geconfronteerd wordt als waar ik nu mee geconfronteerd word, worden je doelstellingen steeds korter en korter. Omdat je ze gewoon wel realistisch wil houden. En ik kan wel roepen van ik wil 65 worden, maar ja, dat weten we niet of dat gaat lukken. Ja, prima. Gaat lekker. We kunnen nog steeds genieten. Mijn vlag loopt op, zit nu tegen de 180. Hopelijk ben ik hier gewoon volgend jaar weer en beklim ik hem weer op mijn gemak. En dan kan ik zeggen dat ik nog veel meer opgehaald heb dan het. Super gedaan, man.